Welkom bij Weltschmerz. Ik ben Patrick Savalle. En ik heb naast me zit een hele bijzondere man. Een wetenschapper en tegelijkertijd ook een gelovig man. Een christen, wat over het algemeen op gespannen voet staat. Daar gaan we het natuurlijk over hebben. Pieter Borger. Ik zag op Twitter dat hij zichzelf ook Peter Borger noemt. Ik vind het zelf een hele fascinerende man, even in derde persoon over jou pratend. Ik herken soms wat frustratie en passive aggressiveness op je Twitter. En ik herken iemand die zeer principieel is en zich niet laat intimideren door wat dan ook. Ik kan me zo voorstellen dat dat in je carrière misschien tegen je heeft gewerkt. Daar gaan we het over hebben. Jij bent een moleculair bioloog. Ja. Vertel eens wat. Ja, ik zal een beetje vertellen over mijn achtergrond. Ik ben inderdaad moleculair bioloog, zo zou je het kunnen uitdrukken. Ik bestuur echt de moleculen die in de cellen voorkomen, wat voor interacties die aangaan. Ook de genetica natuurlijk speelt daar een belangrijke rol, want ik ben afgestudeerd ooit op moleculaire genetica. Dan weet je dus, dan ken je de moleculen die achter de genetica zitten. Moleculen hebben geen geheimen meer voor jou. Nou, weinig. Natuurlijk hebben ze het nog wel. Maar ik weet, als ergens in de literatuur wordt gesproken over een molecuul, dan weet ik waar het over gaat. RNA, DNA, genen, al deze dingen. Dat is voor mij echt gesneden koek, kun je zeggen. Dus ik ben in de jaren 90 ben ik daar afgestudeerd in de moleculaire genetica. Daarna heb ik promotieonderzoek gedaan. Hè. Dat betekent dat je dan een dokterstitel krijgt in een bepaald onderwerp. En bij mij was dat dan genetische regulatiesystemen. Hoe worden genen aan- en uitgezet? En hoe wordt dat gereguleerd van buitenaf naar de kern toe? Want ik bestudeerde menselijke cellen. Als je zo'n cel hebt, het wordt altijd zo heel simpel voorgesteld als een bolletje, zeg maar. Daar zit nog een bolletje in. En dat is dan de kern. Maar er komen altijd allemaal signalen komen bij deze cel. En die signalen van buitenaf die moeten naar de kern. En de kern moet daar iets mee doen. Ik hoor meteen al de passie voor de techniek in de cel. Ja, dat is fantastisch gewoon, wat daar allemaal gebeurt. En deze hele overdracht van signalen ook, dat is high-tech, kunnen we dat noemen. Dat is echt extreem gecontroleerd, gereguleerd, dat het juiste signaal aankomt in die kern. Want die kern die moet een adequate respons geven. Die moet zeggen, hey, ik vind dat signaal, voordat, ik moet nu het gaan. Ik kom al helemaal los, hè? Het vuur van de... Dit is mijn gebied en het is fantastisch wat er allemaal gebeurt gewoon. Ja, dat is het ook, daarom heb je hier aan tafel. Ja. Maar je bent tegelijkertijd ook christen, gelovig. Ja, hoe noem je dat, actief of beleidend? Nou ja, ik kom ervoor uit gewoon. Ik zeg, hey, mensen, wat we daar zien. En kijk, het is zo. Ik kan dat wel ook wel even kort samenvatten. Ik ben niet kerks opgevoed. En misschien is dat wel een voordeel zelfs. Want ik kan heel open naar al die dingen kijken. En ik heb in de jaren 90, zoals gezegd, ben ik echt met die diepgaande studies ben ik bezig geweest in de cellen kijken. Wat gebeurt er in die cellen? En dan zie je werkelijk een ontwerp, dat kun je helemaal niet voorstellen. Het is eigenlijk een ruimtecity. Je kent wel die films van die science fiction films. Independence Day. Ja, en dan zie je dat. En als je je voorstelt, je vliegt met een ruimteschip over zo'n planeet. Je vliegt met een ruimteschip door zo'n cel. Je ziet hetzelfde. Het is zo fascinerend. Je ziet daar robots. Je ziet daar nanobots, noemen we die ook. Die zie je daar. Die lopen, die vervoeren dingen. Die koppelen dingen aan elkaar. Die koppelen allemaal uit elkaar. En dat in één cel. In één cel, die kun je met je blote oog niet zien. Nou, dat hebben we ontdekt en ik heb die dingen bestudeerd in de jaren 90. En in die tijd werden eigenlijk heel veel nieuwe dingen ook ontdekt. En veel van die nieuwe dingen, die hebben mij toen ook aan het tot nadenken aangezet van, hey, kan dit allemaal vanzelf ontstaan? En evolutie. Door de natuur. Door de natuur. Het is een toevalsproces. En er wordt een toevallige variatie wordt er geïnduceerd in die cellen. En dat wordt dan geselecteerd. Nou, en dat principe, dat is natuurlijk een heel leuk principe. Dat is het Darwinistische principe ook. Hè. Dat selectionisme, dat is Darwinisme. Darwin heeft daar zijn verklaringsschema voor gegeven. Er is variatie, dat kan geselecteerd worden. Maar in de jaren 90 ontdekten wij iets in de cellen. En dat was als volgt. En dat was gerelateerd aan de zogeheten functionele studies. Functionele genstudies waren dat. Want we wilden graag weten, wat voor functie hebben al die genen? Want we hebben heel veel genen. We wisten nog niet precies hoeveel. We dachten dat destijds ongeveer 100.000 of zo. Maar we hebben in ieder geval heel veel genen. En hoe functioneren? Wat voor functies hebben die genen? Want het moeten werktuigen zijn. Maar wat doen ze dan in die cellen? Nou, en toen kwamen we met bepaalde technologieën. Daar konden we bepaalde genen heel doelgericht uitzetten.
En wat we wisten bijvoorbeeld, mensen hebben een bepaald gen, hè, een bepaald werktuig. We weten de functie niet, maar muizen hebben ook dat werktuig. Dus wat doen we? We zetten dat ding uit bij een muis en dan gaan we kijken wat voor fenotype heeft hij. Wat betekent fenotype? Wat voor verschijningsvorm heeft hij? Dus ik zie geweldig. Ja, laten we heel even, want ja. Je was aan het vertellen, hè? Ja? Jij bent moleculair bioloog. Ja? Je zag dat ontstaan in de technologie, in de biologie. Ja. Maar je was nog niet christen. Of je was nee, nog precies. Christen, Daar ga ik naartoe werken ook. Ah, ja, ja. Nee, heeft natuurlijk een klein aanloopje nodig. Hè? Ah, ja. Kijk, wat ontdekten we destijds? Je zet een gen uit en we dachten, hey, dat moet een functie geven. Dat moet een fenotype geven. We moeten nu weten wat aan de hand van hoe die muis eruit ziet. Misschien heeft hij een of andere rare ziekte of zo. Misschien ziet hij er anders dat uit. Dat je allemaal dingen had uitgezet. Precies, dat is een limpend muis met drie oren. Ja, precies, dat was eigenlijk het idee. Zo kunnen we functioneel onderzoek gaan doen. Ja. En wat bleek, een heel groot deel van die muizen die mankeerde echt helemaal niks. Je kon soms tot miljoenen van die DNA-letters kon je gewoon eruit halen bij een muis. Gebeurde helemaal niks. Huppelde vrolijk rond. Was net zo blij als zijn zusjes en zijn broertjes. En dan ga je natuurlijk denken, waar is die natuurlijke selectie eigenlijk dan? Want het is zo, ze gaan ervan uit dat al die genetische informatie, die is opgebouwd door variatie en dan selectie eroverheen. Maar als je die dingen kunt uitzetten, dan is er blijkbaar geen selectie op deze genen. En dat was omdat wij helemaal niet goed begrepen hoe een genoom functioneert. En die gehele genomica was in die tijd eigenlijk nog gebaseerd op dat hele lineaire denken van A, B, C, D. Zo wordt zo'n heel pad afgevoerd. Maar dat bleek onjuist in de jaren 90. Het is allemaal met elkaar in een netwerk. Of noemen ze dat nog steeds destijds genetisch determinisme. Hè? We hadden toen dat Human Genome Project. Ja, dat was iets later nog kwam dat. Dat kwam daarna. Ergens in die tijd kwam er voor jou een soort epiphany. Ja, dat was met name no-phenotype knockouts was dat. Dus dat waren dus die knockouts. En knockout is waar je genen hebt uitgehaald. Die gaven geen fenotype. En dat was, voor mij was het heel frappant. Want ja, natuurlijk, je denkt, zo'n gen heeft een functie, dat zien we in dit soort knockouts. Maar het bleek niet het geval. En zelfs zo'n hele belangrijke genen, waarvan men dacht, dat zijn hele belangrijke genen in bepaalde processen, kon je gewoon eruit halen. Gebeurde niks. Je kon ook anderen er nog uithalen. Gebeurde niks. En jij deed dat onderzoek op dat moment? Ik was bekend met dit onderzoek. Want het werd ook bij ons in de laboratorium gedaan. En er waren ook no-phenotype knockouts. En er werd ook over geschreven in die tijd, in zo halverwege jaren 90, was dat een groot probleem. Hoe kan dat zijn? Hoe kan dat? En toen dacht ik, waarschijnlijk heeft die natuurlijke selectie daar iets mee te maken. Dat men denkt, hè, vanuit een bepaald paradigma denkt, maar vanuit een denkkader. Men denkt, oké, al die genen moeten een bepaalde selecteerbare functie hebben. En dat is dus niet het geval. Ja, precies. Functie. Dat is dus niet het geval. En waarom is dat niet het geval? Omdat deze genen, het is een holistisch systeem. Ze werken samen in netwerken. Ja. En dat betekent, je kunt uit die netwerken. Het is net als met routers op internet. Je kunt 10 eruit halen. Het hele internet dat functioneert nog. Ja. Dus het is niet zo dat op die verschillende routers, zeg maar, op die verschillende punten in dat netwerk, daar staat helemaal geen druk op. Die mag je eruit halen. Het netwerk functioneert nog. Je mag er nog één uithalen. Het netwerk functioneert nog. Je kunt er 10 uithalen. Het netwerk blijft overeind. Dan kun je je afvragen, hoe heeft natuurlijke selectie dat voor elkaar gekregen om daar precies de juiste punten, ook die ook een rol spelen in dat netwerk, bij elkaar te vissen. Nou, dat kan je niet aan de hand van natuurlijke selectie verklaren. Toen heb ik gedacht, oké, waarschijnlijk is een genoom gefrontload. Dat betekent, al die genetische informatie zat er al in. En daar hoeft ook niet per se selectiedruk op te staan. Nou, en dan ga je studies doen, want wat is nou precies selectiedruk? En dan kom je erachter dat selectie is eigenlijk niks dan een reproductieverschil ten opzichte van de andere organismen. En dan denk ik, kan zo'n reproductieverschil, kan dat al deze informatie verklaren in je genoom? Dan kom je dus achter dat het niet kan. En dat heb ik opgeschreven, eerst in een artikel. En dat heb ik toen ook opgestuurd naar tijdschrift. Nou ja, die willen er niet zoveel van weten. Later pas kon je dat wel publiceren toen. Bijvoorbeeld, ik heb over dit onderwerp in 2017, hè, toen mensen ook meer gingen denken, er moeten nog meer dingen zijn dan alleen maar natuurlijke selectie. Toen kon je daarover praten, toen kon je het opschrijven. Maar daarvoor was het eigenlijk te darwinistisch,
werd er nog gedacht. Maar hey, je bent al helemaal met veel passie technisch aan het losgaan. Ja, klopt, ja. En de kijker weet waarschijnlijk nog niet eens waar we het over gaan hebben. En dat is natuurlijk... Ja. We gaan het hebben... In principe heb jij dat in een boek opgeschreven, ja, terug naar de oorsprong. Ja. Jij bent een van de weinigen die openlijk durft te twijfelen aan evolutietheorie, maar ook daar een alternatief op. Daar gaan we het zo over hebben. Maar waar ik nieuwsgierig naar ben, is even persoonlijk. Hè? Dus jij zag al die fenomenale complexiteit, die machines zoals jij het noemt. Ik had zelf laatst in een uitzending de analogie, als wij een van jouw 16 triljard cellen, zoveel schijnt te hebben, uit je lichaam neemt, je mag het me corrigeren hoor. Maar... 37 triljoen, denk ik. 37.000 miljard is het. Ja. Oké, ik wist dus niet of het triljoen of triljard was. Ja, maar in 37.000 miljard zeggen ze. De kijkers gaan het nu opzoeken. Ja, maar als we eens een cel eruit nemen, die blazen we op tot een ruimteschip. Is gigantisch. En, dus, maar ergens kwam er dus bij jou een realisatie van... Dit kan dus niet door de natuur gemaakt zijn. Er moet een grotere kracht zijn, is dat correct? En jij bent toen in God gaan geloven? Ja, kijk, dat heeft bij mij heeft het heel lang geduurd voordat ik me realiseer dat er inderdaad een bepaalde intelligentie achter moet zitten. En hoe kom je op dat idee? Het is al, als je teruggaat in de tijd, zeg maar 2 eeuwen... toen hebben we een bepaald wetenschap gedefinieerd, zeg maar, als materialisme, naturalisme. En dat is een concept uit de 19e eeuw. En dat werd opgesteld door mensen die niet in God wilden of konden geloven. En die hebben gezegd, oké, alles wat we zien is de natuur. We mogen alleen maar materialistische verklaringen hebben. Dat betekent materie en energie. Ja. Gelijkschakeling, Einstein, materie en energie. En dat hebben we heel lang kunnen volhouden. Ja. Totdat we erachter kwamen, en dat was in 1953... We kunnen volhouden bedoel je, we hebben alles kunnen verklaren binnen die... Binnen dat kader. Precies. Dat alles materie is. Dat kun je lang volhouden. Ja. Maar er is nog 1953 is een belangrijk punt in de wetenschap geweest. Daartoe hebben we voor het eerst beschreven wat een DNA-molecuul is. En de mensen die dat ontdekt hebben in die tijd, Watson en Crick, die hebben daarover nagedacht. En er is een brief bewaard van Crick, aan zijn zoon gericht, die zegt, we hebben te maken met codes. Met decoderingssystemen. We hebben te maken met informatie, zegt hij. En toen dacht ik van, wauw, informatie is echt iets heel anders dan materie. Want materie, dat kun je bijvoorbeeld meten aan de hand van lengte, hoogte, breedte, gewicht. Maar dat kun je met informatie kun je dat niet. Je hebt een informatiemolecuul. Wat heeft informatie gewicht? Nou ja, goed, als je het in een boek schrijft, heeft het boek gewicht. Maar heeft die informatie zelf gewicht? Dat is het punt. Dus die beschrijf je op een hele andere manier. En we beschrijven dat tegenwoordig in bits of bytes. Nou, dat is het grote verschil. Je kunt iets materieels kun je niet beschrijven in bytes. En iets informatie kun je niet in gewicht of in lengte en breedte kun je dat weergeven. Nou, dus betekent dat, we hebben eigenlijk sinds 70 jaar... hebben we een derde kwantiteit van het universum ontdekt, blootgelegd. Naast materie en energie hebben we ook nog informatie. En dat hebben we ontdekt in 1953, kun je zeggen. Zeer zeker in de biologie. Maar je ziet het ook op een nog lager niveau. Moleculen, kun je zeggen, die hebben ook informatie. Atomen hebben ook informatie. Dus we zitten dus met een derde kwaliteit. En zeker in de biologie zitten we met een derde kwaliteit, en die noemen we informatie. En informatie, daar weten we van, die kun jij niet terugvoeren op materie. En we weten ook, informatie wordt voortgebracht door een intelligentie. Dat weten we, die twee dingen. Kijk. En dan zijn we dus bij het verhaal van, wauw, als dat echt zo is, hè, informatiemoleculen, decoderingsmachines. We zien werkelijk decoderingsmachines in onze cellen. Waar komen die dan vandaan? Waar komt die informatie vandaan? En als je dan verder denkt, ja, het moet een intelligente oorsprong hebben, dan kom je dus al heel dicht bij God, als een intelligente schepper. En ik heb dat voor mezelf lang ontkend. Mijn vrouw was bekend met christendom, met Jezus. En ik heb dat bestudeerd. Ik heb de Bijbel bestudeerd. Ik heb andere religies bestudeerd en ik ben tot de slotsom gekomen. Dat was natuurlijk een heel additief proces. Dat is niet alleen, ik heb even de Bijbel gelezen, toen weet ik het. Maar nee, je ziet ook, je krijgt een bepaald een soort geestelijk input ook krijg je. En ik heb ook vaak gezegd, God, als je bestaat, geef mij bepaalde ideeën die erop duiden dat je bestaat. Krijg je die? En dat soort dingen heb ik meerdere malen. Dus je had als het ware een soort van conversatie met precies, God ook. Precies. En normaal gesproken had ik dat dan weggezet als toeval, weet je. Heel veel van die dingen die zet je gewoon als mens gewoon weg als toeval. Maar als je dat toevalsprincipe
weg zit. En ik geloof niet meer in toeval. Vroeger als Darwinist, dan kan je in toeval geloven en selectionisme. Maar die dingen die vielen van mij weg. Die had ik voor mezelf rationeel, op een rationele manier, waren die weggevallen. Want ik had dingen gezien die dat niet mee verklaarbaar waren. Ja. En zo ben ik, langzaam maar zeker, ben ik tot Jezus gekomen, kun je zeggen. Ik ben echt tot Jezus gekomen. Of hij heeft misschien mij eruit geplukt, zo kan je het ook zeggen. Ik weet het niet. Meestal, je weet natuurlijk van Einstein, weten we ook dat hij gelovig was. En veel wetenschappers gaan dat naast elkaar bewaren. Hè? Precies. En omdat het toch een klein beetje strijdig is. Maar jij bent eigenlijk tot God gekomen vanuit de wetenschap. Omdat je die fenomenale, vooral zeer, informatie, ja, zag je als derde. Een belangrijke rol gespeeld erbij. En dat heeft uiteindelijk onder andere geresulteerd in een boek, Terug naar de oorsprong. Ja. En wij hebben hier dus aan tafel een heuse evolutietheorie-ontkenner. Vroeger kon dat niet. Nou, je vertelde het net al eventjes. Nou, we moeten het even een beetje specificeren. Want evolutietheorie, dat moet je eerst definiëren. Juist, dat moet je definiëren. Laten we aan het begin beginnen. Als we inhoudelijk gaan worden. Laten we aan het begin beginnen. Ja. Wat is evolutietheorie? Precies. Kijk, evolutietheorie is eigenlijk niet gedefinieerd, kun je zeggen. Eigenlijk alle verandering die we zien, dat wordt altijd evolutie genoemd. Elke mutatie die we zien, dat is evolutie. In het algemeen, ja, hebben we het ook. In de algemene zin, dat is een grote verwarring van begrippen. De evolutie waar het over gaat is niet dat een organisme zich kan aanpassen. Dat staat buiten kijf. Dat weten we. We weten nu ook hoe dat werkt. Daar kunnen we straks misschien nog even over praten. Het probleem in de evolutietheorie is een informatieprobleem. Als we verschillende organismen bekijken, dan zien we informatiekloven. Als biologen hebben we alles heel mooi ingedeeld. We hebben zo'n mooie stamboom. Als je gaat kijken naar die verschillende takken, dan zitten informatiekloven daartussen. De evolutietheorie, voor mijn gevoel, die stelt dat die tree of life, ja, die heeft aan het begin een cel als, ja, oorsprong. En, ja, door mutaties kwamen daar al die biodiversiteit. Precies. Is dat correct? Dat is eigenlijk samengevat wat men klassieke in het algemeen als geloof heeft, en als je in evolutie gelooft. Dan denk je, oké, er was ooit een cel. Atheïstisch geloof. Dat is het atheïstische geloof, kun je zeggen. Je hebt ooit één cel en die heeft zich door veranderingen, door mutaties en door selecties, heeft hij zich in alle organismen ontwikkeld die er ooit zijn geweest. Nou, dat is een hartstikke mooi idee. Dat is een hartstikke mooi naturalistisch idee. Dat is een elegant idee. Het is een super idee. Dat staat ook buiten kijf. Ooit één organisme, dat heeft zich uitgewaaid overal. Hoef je het helemaal God er niet meer bij te halen. Het probleem is die informatie. Dat onstoffelijke. Waar komt die informatie vandaan? En dan moet je God er wel weer bij halen. Dat is eigenlijk het dilemma waar we voor staan. Doe je het niet, dan kun je dat informatieprobleem niet oplossen. Dus dan zit je met een materialistische theorie om informatie op te lossen. Nou, en dat weten we, dat is zeer, zeer, zeer onwaarschijnlijk. Je kunt zeggen, die waarschijnlijkheid dat er informatie ontstaat door een toevalsproces, die is eigenlijk nul. Daar kun je ook wel een beetje aan rekenen en zo. Dat is eigenlijk nul. En daarom zeg ik ook, die informatiekloven, die moet je eigenlijk verklaren. En nu is het zo, in de evolutietheorie is het zo, dat die is als volgt opgesteld. Alles wat wij gemeenschappelijk hebben, dat kun je terugvoeren op gemeenschappelijke afstamming. Ja. Dat bewijst in principe evolutie. Ja. Aan de andere kant is het zo, alle modificaties, alle variaties, die bewijzen de modificaties. En evolutie, de mutaties. Ja. Dus het concept gemeenschappelijke afstamming plus verandering is niet weerlegbaar. Dat klopt altijd. Ja. Ik zeg altijd, een kip zonder kop, schrijf ik ook in mijn boek. Een kip zonder kop, dat is gemeenschappelijke afstamming met vogels. En de kop, de zonder kop, dat is een modificatie. Dus dat past er ook in. Ja. Alles past erin. En dat is ook, kijk, dat betekent ook voor mij, voor de wetenschappen, deze theorie is niet falsificeerbaar. Ja. Want alles past erin. En als dan alles is het niet dan is het geen wetenschappelijke theorie. En dat is vanaf het begin is dat ook mijn punt geweest, toen ik dat ontdekte. Hé, alles past erin. Als alles erin past, als hij door niks kan worden gefalsificeerd, dan hebben we geen wetenschappelijke theorie. Een soort circulaire, maar het is altijd waar. Maar nou wordt er gezegd dat natuurlijk in het fossiele record, ja, dat al die afstammingen weer terug te herleiden zijn. En dat komt natuurlijk weer ergens vandaan. We zien overal om ons heen, lijkt het dat we, ja, zien dat die klopt. Kijk, en dan is het idee zo, toevallige variatie en selectie verklaart deze stamboom. Het probleem hierbij is, we hebben de villa.
De villa, dat betekent de grote groepen, zeg maar. Die worden dan in villa uiteindelijk ingedeeld. En daar hebben we een aantal van. En als je dan teruggaat in de tijd, en dan hebben ze het altijd over de Cambrian Explosion, in het Cambrium, dan heb je in één keer al die villa, die zijn er in één keer al. En daarna verdwijnen de villa. Dus het is niet zo dat die grote laten verschillende... Laten we het groepen organismen. Ja, noemen we die grote dan. Groepen, dat is een villa, zeg maar. Ja. Daar heb je een stuk of 50 van in het Cambrium. Ja. En daarna, als je nu gaat kijken, hebben we er nog 30. Dus het begint met een grotere variëteit als... En dat is onmogelijk. Dat is het omgekeerde. Het is het omgekeerde proces. Want je verwacht, je hebt één filum. En dat wordt dan 30, 40, 50 villa. Ja. En je begint nu, begin onderaan met 50. En dat vernauwt zich. Ja. Dus eigenlijk, wat we zien in het fossiele verslag... is ook überhaupt niet in overeenstemming met wat de theorie... Hier over de theorie in eerste instantie van Darwin. Want dit is natuurlijk een theorie. Het is een hele mooie theorie, want je begint heel klein, heel simpel. En dan ga je het laten uitwaaien. Dat is de theorie. Maar je ziet eigenlijk het omgekeerde in het fossiele verslag. En bovendien het hele concept simpele cel. Hè, de simpele cel bestaat überhaupt niet. Nee, daar komen we straks even op. Volgens mij kunnen we dat scharen onder wat we dan straks ook gaan bespreken. Irreducible complexity. Nou, dat is ook een van die dingen die we zien, ja. Maar we hebben dus... Dit is de oorspronkelijke theorie van Darwin. Ja, zou je het kunnen zeggen, ja. Dat is gemeenschappelijke afstamming plus modificaties, dus plus veranderingen, is evolutie. En later kregen wij, je vertelde het net ook al, kregen we daar, werd ontdekt het DNA, genetisch materiaal, het genoom werd ontdekt door Crick en Watson. Ja. En werd eigenlijk... Klopt het dat we dan toen de neo-Darwinisme zijn genoemd? Zijn we datzelfde principe zijn we gaan verklaren? Iets eerder is dat. Kijk, we hadden natuurlijk eerst de theorie van Darwin. Die zegt, oké, er is variatie, er is selectie. En die twee dingen, dat staat ook buiten kijf. Dat gaan we niet bestrijden natuurlijk. Want er is variatie en er is selectie. Maar wat betekent dat? Nou, en toen kwam eigenlijk de kwantificering of de kwantificatie van de variatie. Dat was Mendel. Mendel die toonde heel duidelijk aan... Het is heel discreet, deze informatie. Het is niet dit vloeiende dat je dan zo... Want dat was eigenlijk het idee, het vloeiende van eigenschappen. Nee, Mendel die toonde dat je hebt een eigenschap... Van een dier, van een organisme. Ja, hij deed dat bij erwten. Je hebt een bepaalde eigenschap. Die eigenschap die kan verdwijnen, maar die komt ook weer terug. En je kunt voorspellen in welke... kwantiteiten. En hij dus eigenlijk heeft hij de erfelijkheid gekwantificeerd. Het is eigenlijk een kwantumtheorie van de erfelijkheid. Hij wist alleen niet dat hij met genen te maken had. Dat kwam dan ongeveer 40 jaar later. Het probleem echter was dat ik denk dat Mendel zijn tijd vooruit was en dat de tijdgeest ook tegen hem werkte. Want als jij uitgaat van een vloeiende variatie en hij kwantificeert dat... en het komt steeds in voorspelbare proporties weer terug... dan heb je eigenlijk helemaal geen vloeiende variatie. En dat was denk ik wat ook tegen Mendel heeft gewerkt. Maar later werden zijn wetten opnieuw ontdekt. Hè, ook onder andere door Hugo de Groot. In hoeverre ze niet opnieuw ontdekt werden of ze geplagieerd werden... Ja. Is tegenwoordig een groot vraagstuk weer onder historici bijvoorbeeld. Waarschijnlijk heeft Hugo de Groot geweten dat dat stuk van Mendel er lag. Heeft hij bepaalde dingen uit overgenomen. Okay. Nou, dat zijn wel leuke dingen als je een beetje van die wetenschapshistorie ook wilt weten. Maar het komt erop neer dat zo rond 1900, tussen 1900 en 1910, werd Mendel weer opnieuw ontdekt. Ja. En in die tijd stond Darwinistische theorie echt op een heel laag pitje. Want ze hadden geen mechanisme, ze wisten niks. En toen kwamen er dus mathematici, dus wiskundigen, die hebben die twee dingen verenigd. Dus die hebben eigenlijk Mendels wetten verenigd met selectie en met Darwin, zeg maar. Mendel en Darwin moesten verenigd worden. En dat is gebeurd. En daar heeft men een mathematische, dus een wiskundige theorie uit ontwikkeld. En die werkt heel goed, want het is een mathematische theorie. Maar die is eigenlijk niet een weerspiegeling van wat we werkelijk in de biologie zien. Het is eigenlijk deze theorie gaat al vanuit dat die informatie er ook al is. En hoe die zich in de loop van de tijd kan veranderen. Daar gaat eigenlijk deze neo-Darwinistische theorie over. Dus die gaat ook niet echt over evolutie. Alleen maar over hoe bepaalde kenmerken die er al zijn... hoe die zich in de loop van de tijd gaan veranderen.
Dat is eigenlijk wat ze hebben opgesteld rond de jaren 1930, zeg maar. Ja, toen kwam er dus DNA. Ja, En toen, naar mijn idee, hebben we toen gezegd dat die mutaties van die dieren in het Darwinistische verhaal, die kwamen door toevallige mutaties van genen. Precies. En die geven dan een verandering in het diertje, laten we het zo even noemen. Ja, en die worden door de natuur wel of niet geaccepteerd. Ja. Met dat idee, daar ben jij het niet mee eens. Daar heb jij een alternatief op gedacht. Ten eerste, dat selectieverhaal, dat geldt niet op het niveau van de genen die ik net heb aangetoond. Want het zijn netwerken. Hè? Die routers die kun je er gewoon uithalen. Ja, dus het ene gen dat kan wel muteren, maar dat doet niets. Dus die selectie, ik zeg niet dat selectie niet bestaat. Het bestaat wel, maar het heeft niet een hele grote rol in het genoom. Aan de andere kant zeg ik, en dat heeft te maken met mutaties, en dat beschrijf ik ook in mijn boek, die random mutaties, wat we daar nu van weten, die maken altijd dingen kapot. Of het blijft neutraal zoals het is. En dat heeft ook weer te maken met de genetische code, dat die zo is ontworpen, dat de mutatie eigenlijk geen veranderingen brengt. Aan de andere kant, brengt het, als het een verandering brengt, dan gaat het meestal iets stuk. En soms is het zo, en dat is eigenlijk counterintuitive, dat spreekt eigenlijk tegen wat je zou verwachten. Soms is het zo, als er iets kapot gaat, dan heb je een reproductievoordeel. En dan zie je in één keer, er komt een organisme dat heeft zich aangepast. Ga je op genetica niveau kijken, dan zie je, er is een gen verdwenen. Daardoor heeft hij zich kunnen aanpassen. Een bekend voorbeeld staat ook altijd in de boeken, bijvoorbeeld in de schoolboeken, is malaria. Malaria-resistentie in Afrika heeft zich ontwikkeld. Hoe heeft zich dat ontwikkeld? Door een mutatie in een gen, hemoglobinegen. Door die mutatie wordt dat gen uitgeschakeld. En daardoor krijg je een voordeel. Dus dan kan je beter reproduceren. Maar er verdwijnt wel een stukje informatie. Maar als ik jou goed hoor, even terug. Want voor mij, ik heb trouwens de laatste tijd ook, zie ik steeds meer wetenschappers die inderdaad ook gewoon evolutietheorie betwijfelen. Ja. Maar voor mij was het die random mutatie van een stukje genetica. Dat zou dan geselecteerd worden. Maar wat jij zegt is, je zou een heel netwerk van mutaties moeten toepassen in één keer voordat dat werkt. Dus dan valt het eigenlijk al af. Precies. En het andere ding wat we hebben Maar dit zeg jij vanuit, is dit bewijsbaar? Dit is bekend. Ja. Dit is gewoon bekend. Dit is gewoon wetenschap. Het muteren van één gen, daar is eigenlijk het genoom tegen beschermd. Ja, want het is een netwerk van genen. Ja. Het hangt er een beetje vanaf welk gen wordt gemuteerd. Want je hebt ook genen die kunnen helemaal geen mutatie verdragen, bijvoorbeeld. Dus kun je ook gaan vragen, waar komen die dan vandaan? Ja. Die kunnen geen mutaties verdragen, omdat je dan meteen bijvoorbeeld meteen een kanker induceert. Die mutaties heb je ook. Dat is één treffer en je hebt een kanker. Ja. Nou goed, dat soort dingen heb je ook. Maar waar het mij ook even om gaat, wat we de laatste jaren ontdekt hebben, is dat dat hele principe van willekeurige mutaties ergens introduceren en dan maar hopen dat er iets uitkomt, dat is een verhaal dat niet tot aanpassingen, meestal niet tot aanpassingen leidt. We hebben ontdekt dat er in het genoom zelf een systeem is dat aanpassingen induceert in het genoom. Het genoom gaat zelf zichzelf aanpassen. Precies, het genoom zelf past zich aan. En dat is heel interessant, want ik heb dat zo rond 2005 heb ik dat zelf ontdekt. En ik wist eigenlijk niet veel van deze materie af. Maar ik vroeg me af, als het zo is dat die aanpassingen, want we zien ook, bijvoorbeeld in de natuur zien we aanpassingen gaan supersnel. Het is niet dat het miljoenen jaren duurt. Je ziet tegenwoordig zijn er bijvoorbeeld al organismen aangepast aan klimaatsveranderingen. Die zijn compleet aangepast. Denk je, hoe kan dat? Hele populatie aangepast. Dat kan niet door een mutatie en dan selectie en dan wordt het op die manier door een populatie verspreid. Nee, we hebben bepaalde mechanismen in het genoom die doelgericht kunnen zij organismen aanpassen. En we weten dat al heel lang, alleen het is nooit echt bekend geworden. We weten dat al sinds ongeveer 1940, 1950 van Barbara McClintock, heet zij. Dat was een onderzoekster naar transposonen. En wat zijn transposonen? Dat is een mechanisme in jouw genoom dat heel snel van plaats kan verwisselen in je genoom. En die kan nieuwe genetische contexten kan die genereren, waardoor jij eigenlijk instant bent aangepast. En waar komt die drang vandaan om te veranderen? Dat is een hele goede vraag. Want er zijn, dat sowieso trouwens, hè, jij zegt dit, je noemde dat net even, dat stapsgewijze muteren van één gen. Als je eventjes zo afstand neemt van het hele gebeuren en je ziet hoe verschrikkelijk, wat je net ook al beschreef, hoe verschrikkelijk complex en ingenieus het menselijk lichaam is, maar ook al die andere organismen. Mm-hmm. Hoe alleen al die enorme hoeveelheid diversiteit, dat alleen maar door
zo'n relatief eenvoudig mechanisme. Dat is voor mij gewoon een toevalsmechanisme. Onvoorstelbaar eigenlijk. Dat gebeurt dus ook niet. Dat wordt niet gegenereerd door een toevalsmechanisme. Dat is een mechanisme in ons genoom die dat doet. En dat beschrijf je. Precies. En dat beschrijf ik ook in mijn boek. Er zijn meerdere zijn daarvoor beschreven ondertussen. Ik kan de meest simpele kan ik proberen duidelijk te maken. Die heeft men ontdekt, ik denk ongeveer 20, 25 jaar geleden, in bacteriën. Dan heb je ook deze kleine transposonen. En die worden bijvoorbeeld aangestuurd wanneer je een bacterie in een bepaalde omgeving zit, waar een alternatieve suiker of een alternatieve voedselbron aangeboden wordt. Wordt die aangeboden, dan gaat die zo'n transposon gaat die activeren. Die gaat als een soort zoekprogramma gaat die in dat genoom gaat die zoeken. Naar een aanpassing. Naar een aanpassing. En er zijn nu een aantal van die transposonen beschreven die in een repressor gaan zitten. En een repressor houdt gewoon een heel stuk van jouw DNA inactief. Die gaat in die repressor zitten. Die repressor verdwijnt daardoor. Die gaat kapot. En dan wordt het nieuwe stuk DNA wordt gewoon helemaal uitgewerkt. Wordt tentoongesteld. En er wordt alles afgeschreven. Dan krijg je een nieuw programma. Programmaactivatie. Dan krijg je een nieuw programma dat juist dat suiker wel kan. Dus wij zijn allemaal kleine nanomachines. We hebben allemaal kleine nanomachientjes met allemaal computerprogrammaatjes daarbij. Ja, eigenlijk is een cel een computer, zo kun je het zeggen. En die merken wat op aan een omgeving. Ja. Of die krijgen een behoefte. Ja. En dan wordt de mechaniek in werking gezet en dan gaat het mechanisme zichzelf aanpassen. Precies. En dat is wat we nu de laatste jaren zeer duidelijk zien bij heel veel organismen. Die krijgen, dat noemen we tegenwoordig, of noemen we eigenlijk een stressrespons. Ze zitten in een stresssituatie. In die stresssituatie gaan ze dit soort programma's activeren. En ik was afgelopen weekend bij een informatica-congres. En daar werd megaprogrammering daar besproken. Metaprogrammering. Ja, je hebt het net al. Ja, precies. Metaprogrammering. Ja, precies. En wat is een metaprogramma? Dat is eigenlijk een impliciet programma in jouw computer dat zichzelf kan aanpassen, dat zichzelf kan veranderen. Ja. Toen dacht ik, hoe programmeren jullie dat zelf erin? Ja, we programmeren die programma's zodat ze zichzelf kunnen aanpassen, zichzelf kunnen veranderen. Toen dacht ik, wauw, dat gebeurt in onze cellen. Je hebt metaprogrammering, heb je in onze cellen. Dus als het nodig is, je moet je aanpassen, wordt het geactiveerd en het wordt een soort programma wordt omgeschreven, zeg maar. Het wordt geadapteerd aan de nieuwe situatie. Onder hand van de stress. Ja, dat kan gebeuren. Metaprogrammering. Ja, dat zie je bij bacteriën. Maar dat mechanisme zelf is niet geëvolueerd. Of is dat is geprogrammeerd door God? Ja, natuurlijk is het zo. Omdat de wetenschap vanaf het prille begin, zeg maar, zo gedefinieerd is. Niet vanaf het prille begin, vanaf zeg maar zo 1800, 1850. Als naturalisme mag je dat nooit zeggen. Je mag het niet zeggen. Ook al wijst alles in die richting, je mag nooit die conclusie trekken. Ik zeg ook altijd, ik trek die conclusie wel. Waarom zou ik dat niet doen? Als ik een zichzelf reproducerende computer zie, dan concludeer ik, waar komt die vandaan? Als dat een informatiesysteem is, wat immaterieel is, waar komt zo'n ding vandaan? Mag ik dan zeggen, dat is ontworpen door een designer? Ik vind dat mag je best zeggen. Het is bijvoorbeeld zo. Heel veel mensen zeggen dan, maar informatie kunnen we helemaal niet goed herkennen. Is er echt wel informatie aanwezig in onze cellen? Nou, het is zo, ik geloof dat we wel informatie kunnen herkennen als mens. Ik geloof dat wij die gave hebben om dat te herkennen. En waarom kun je dat zien? Als je bijvoorbeeld op een strand loopt en ziet daar een hart getekend in het zand, dan weet je dat is door iemand daar met een bepaalde bedoeling is dat daar getekend. Je weet meteen, dat is misschien een verliefde persoon. En er staat er misschien nog een pijl doorheen met twee letters, dan weet je genoeg. Dus je kunt aan de hand van bepaalde signalen die we zien, mogen wij concluderen dat heeft een intelligente oorsprong. En al deze signalen van een intelligente oorsprong zijn in onze coderingen voorhanden. En het is zelfs zo, een aantal jaren geleden hebben twee Russische wiskundigen zijn op bezoek gegaan naar ik weet niet of je ooit van het wow-signaal hebt gehoord, de wow-signal. Dat zijn van die SETI-zoekers, die zoeken buitenaards leven en die zoeken een bepaald signaal. Ik had vroeger ook zo'n screensavertje draaien, dat voor SETI data stond te crunchen. Had jij dat niet? Nee, dat had ik niet. Hadden heel veel nerds hadden zo'n screensavertje, maar wat die eigenlijk deed was computertijd van jou lenen om die signalen, die SETI, die antennes, die buitenaardse signalen opvingen, om die te gaan zitten crunchen, te data crunchen. Dus ik heb daar een bijdrage aan het wow-signaal geleverd. Ja, heel goed. Dus jij weet wat het wow-signaal is. Ja, zeker. Als je zo'n signaal ontdekt, dan weet je, dat is intelligentie. Dat vind ik kort door de bocht, hoor. Ja, oké, maar goed. Stel, we vinden het wow-signaal. Je krijgt een,
een reeks van priemgetallen, hè? Je krijgt een reeks priemgetallen. Ja. Dan weet je, oké, een reeks priemgetallen. Je krijgt nog een keer een reeks priemgetallen door. Dat is zo gecodeerd in jouw signaal. Dan ga je niet zeggen, dat is toevallig. Nee. Dan weet je, oké, maar dat is de wow-signal. Ja, ja. Zo zie ik dat. Ja. En dit signaal, dat hebben ze gevonden in de genetische code. Ze hebben de hypothese opgesteld, is het een toevalsproduct of is het niet een toevalsproduct? Dat is nulhypothese. En ze konden deze nulhypothese konden ze niet verwerpen. Ze zeggen, oké, we konden de nulhypothese, dat het een product is van intelligent design, konden ze niet verwerpen in deze studies. Want dat zou het alternatief precies zijn. We hebben het hier over natuurlijke selectie versus intelligent design. Ja, precies. Een speciale vorm van intelligent design is natuurlijk God. Ja. Maar wat jij nu stelt, is dat de tekenen van intelligent design zijn in onze genoom te herkennen. Ja, precies. En daar hebben mensen aan gerekend met waarschijnlijkheid en met grote waarschijnlijkheid. Nou, niet alleen met waarschijnlijkheid, maar ook met hoe de codering is van de eiwitcode bijvoorbeeld. Hoe die gelinkt is aan jouw biochemie. En dat is op een hele subtiele manier is dat gedaan. Daar kan ik kan nog iets daarover zeggen. Het gaat een beetje diep, maar het is zo. We hebben 4 DNA-letters, hè, die A, C, G en T. En we hebben 20 aminozuren die al onze eiwitten maken. En dat is gecodeerd. Met deze 4 letters kun je 64 codes maken. En die coderen voor 20 aminozuren. Dus je hebt een overschot aan codes. Ja. En die kun je verbinden aan al die verschillende aminozuren. Maar sommige hebben dubbel. Die worden dubbel gecodeerd. En andere worden 1 keer gecodeerd en sommige worden 4 keer gecodeerd. Je kunt er heel veel verdelingen kun je maken. En we vinden dat de verdeling in alle organismen, zeg maar, die vinden we zo dat die optimaal is. En hoeveel verdelingen zijn er mogelijk? Dat is 2,4 maal miljard maal miljard. En dat is volgens mij een triljard. Dus er zijn 2,4 triljard verdelingen mogelijk. Dus echt vast oneindig veel. Ja. En wat vinden we nou in de levende haven van bacteriën tot mensen? Vinden wij deze ene code? En ze zeggen altijd, dat bewijst algemeen af de common descent. Alle organismen stammen van één cel af. The tree of life. Maar wat blijkt nu? Deze code is optimaal om mutaties te bufferen en om evolutie tegen te gaan. Hij is optimaal, is hij. En dat is natuurlijk een heel erg duidelijk teken voor een intelligent design. En aan de hand van de God sign in. Ja, dat is precies. Kijk, want vroeger dacht ik ook, oké, er is maar één code. Of tenminste, die code wordt gebruikt van bacteriën tot olifanten tot mensen. We hebben allemaal die code. Ja, we moeten wel van één oorsprong komen. We komen ook van één oorsprong, maar het heeft een andere functie nu, of een ander idee. Namelijk, die code is optimaal om mutaties tegen te gaan en om evolutie tegen te gaan. En dat is, dan kom je dus echt bij intelligent design. Er is iemand die weet dat die code optimaal is. En die heeft hem erin gezet. Nou, kijk, ik vind het een super fascinerend verhaal. Ik had al jouw lezing bekeken. Ik denk dat ik het begrijp. Als wij nu dit even zouden moeten samenvatten. Ik neem van jou aan dat de tree of life, dat het Darwinisme, dat kennelijk niet klopt. Ik neig er ook naar. Maar hoe is de biodiversiteit ontstaan dan, volgens dit mechanisme? Nou, hoe kan je verklaren al die... Kijk, het is zo. Als wij... Ik ga daar een debat mee lijkt volgende me heel week erg, mee voeren met Bart Klink. Die noemt zichzelf de atheïst. Gaan we aanstaande zaterdag gaan we dat doen. Dus mensen die daar geïnteresseerd zijn. Het is een livestream. Die kunnen dan inschakelen. Het gaat erom. Ik heb daar een aantal punten neergelegd die zeer duidelijk aantonen dat wij niet afkomstig zijn van slechts één cel. Dat er meerdere oorsprongen duidelijk... Die is op. Nou, kijk, ik wil dat op dit moment nog even... Het is geheim. Ik moet het natuurlijk ook als een verrassing komen. Munitie voor jouw debat zo meteen. Het moet als verrassing Ja, ik begrijp wel. Maar goed, er zijn zeer, zeer, zeer duidelijke biologische data. Die kennen we ook al heel lang. Die dat aantonen. En wij noemen dat dan, dat is polyfilie. Dat is meerdere oorsprongen. En er is geen monofilie, dat is één oorsprong. En we weten dat, die data zijn er. Dus ja, op basis daarvan kan ik gewoon zeggen, het leven heeft geen oorsprong in maar één cel, maar het moet meerdere zijn geweest. Dus er moeten meerdere oorsprongen zijn geweest. En kijk, dat is ook een van de dingen die je leest in de Bijbel. Er waren meerdere oorsprongen. Er staat niet, elk organisme werd apart geschapen, dat staat helemaal niet. Er staat alleen, er waren meerdere oorsprongen. Okay. En ik geloof dat die meerdere oorsprongen, die waren met een potentie tot heel snelle adaptatie waren die
ontworpen. Uitgerust, ja, ontworpen. En dat is ook wat we zien tegenwoordig. En dat zijn die nieuwe mechanismen die we aan het ontdekken zijn. En vroeger was dat allemaal junk DNA. Nee, zeg ik, er zit helemaal niet veel junk DNA in je genoom. Er zitten mechanismen in je genoom die heel snel deze variatie bewerken. En heel snel nieuwe soorten maar kunnen voortbrengen. Dat heb ik ook altijd wel een raar verhaal gevonden, ja, hoor. Die natuur is dan zo perfect. Die, ja, natuur die probeert alles een functie te geven en dingen die niet weg zijn weg te muteren. En dan zouden we ineens 90% van, ja, ons DNA, ja, zou junk zijn. Dat, ja, heb ik altijd een heel raar verhaal. Dat is een, ja, beetje zoals de dark matter in de cosmologie. Precies, precies. Dat is de dark regions of the genome. Flauwekul, ja, natuurlijk. Nou, het is een heel ver weggehaald. En weet je, het heeft wel zijn theoretische gronden, hoor. Het zit tegen de theoretische basis. Want het is al in de jaren 50, 60 begon men echt gericht ook te kijken naar hoeveel mutaties zijn komen er nou voor in populaties. Toen bleek dat de populatie frequentie, zeg je dat iets? Het aantal mutaties dat optreedt is veel te hoog om een evolutieproces te kunnen verklaren. Het gaat dan eerder naar beneden. Dan heb je eerder degeneratie. En in die tijd ging men uit van ongeveer 1 tot 2 mutaties per genoom. En dat kan je wel tegenwerken, maar dan moet je heel veel kinderen moet je krijgen. Dan moet je 40, 50 kinderen krijgen. Nou, dat is niet realistisch, dat weten we nu. Dat was met 1 of 2. Ook heel strak geselecteerd worden. Ja, precies. Ja, precies. Nee, precies. Ja. Maar dat is het ook. Ja. Dat is cost of selection. Ja. Dat. Dus dan blijven er 2 over. 48 moeten worden verwijderd uit, ja, de populatie. Dan kun je dat blijven geloven. Nou is het zo, het is niet 1 of 2 mutaties per genoom. Nee, het zijn 100 tot 300 toevalsmutaties. En vanuit dat denkkader kan eigenlijk evolutie helemaal niet plaats hebben gehad. Dus toen ENCODE, dat zijn de nieuwste data die op dit gebied werden gegenereerd. ENCODE, dat kwam na Hugo. Hugo was het genome sequencing project. Toen wisten we alle letters. Hè? Maar wat betekenen al die letters? Nou, en de meeste evolutiebiologen zeiden, nou, het betekent niks. Het is allemaal junk. 95% weg ermee. Kunnen we niet gebruiken. Theoretisch ook niet. Nee, wat heeft nu het opvolgprogramma van Hugo, van het humane genome project, wat heeft die laatst getoond? Die gaat nu functionele studies doen. En die heeft ondertussen een 80% functie kunnen toeschrijven aan het hele genoom. Nou, als dat het geval is, en het lijkt erop dat dat inderdaad het geval is. En ze gaan die 100 wel halen, denk je? Nou, 100 gaan ze niet halen. Dat maar in ieder geval zijn, ja, we al een heel stuk verder, ja, natuurlijk. En zij zeggen ongeveer 80% heeft functie. Nou, daarmee is echt de hele evolutietheorie van tafel geveegd. Maar jij zegt dat, hè? Ik hoor wat je vertelt. Ja. Ik kan het een soort van begrijpen. Maar ik zie natuurlijk ook die online discussies allemaal nog gaan. En dat zijn natuurlijk ook allemaal slimme mensen die, ja, die dit gewoon natuurlijk, ja, die vinden jou misschien wel een gekkie zelfs. Of je wordt een creationist. Die vinden mij verschrikkelijk. Ja, maar je bent natuurlijk geen gekkie. Onwetenschappelijk. Iedereen kan dat ook zien. Dus je, ja, zou. Nee, daar is een hele. Er is een strijd gaande, zeg maar. Dat is een strijd. Maar als het zo duidelijk is het dus niet. Jij zegt het, ja, is helemaal volkomen niet duidelijk. Nee, ik ga zelfs nog verder. Ik zeg de hele evolutietheorie zoals die ons geleerd wordt in de school is weerlegd door de wetenschappelijke data. Kijk, het gaat altijd in de wetenschap gaat het altijd om de data. Ja. Het gaat niet om een theorie. We moeten een theorie overeind houden. Nee, het gaat om de data. Wat laten de data zien? Wat toont de data? Nou, en op die manier moet je als wetenschapper moet je werken. Je moet kijken naar de data. Je moet niet proberen een theorie overeind te houden omdat er verder niks is. Nee, je moet de data kijken. En die data die we hebben, die weerleggen de theorie. Dus die theorie klopt niet. Dus als er iemand is die vertelt mij, de evolutietheorie is bewezen. Ja, je kunt elke theorie bewijzen. Kan je. No problem. Maar hij is ook heel hard weerlegd. En dat is veel belangrijker, ja, in de wetenschappelijke framework. Het gaat erom een theorie niet steeds te bewijzen, maar te weerleggen. En op dit moment hebben we in de wetenschap werkelijk een groot probleem. Want iedereen heeft zijn eigen theorietjes en is de hele tijd zijn eigen theorietjes aan het bewijzen. Dat zien we overal. Ja, en dan hebben ze vriendjes, ja, sponsoringen die dat ook weer gaan bewijzen. Precies, en die bewijzen dus alleen maar. Maar ik zeg, nee jongens, dit is geen wetenschap. De wetenschap werkt met falsificatie. Want ik zeg ook heel vaak tegen de mensen, ik kan bewijzen dat de aarde blauw is. Ik ga alleen naar alle blauwe dingen kijken. Bewijs, bewijs, bewijs. Ik, ja, kan ook bewijzen dat die groen is. Ik kan bewijzen dat die plat is. Ik ga alleen platte dingen laten zien. Ja. Alleen die dingen laten zien die in mijn straatje passen. Dat is geen wetenschap. Dat heeft Popper al 100 jaar geleden al gezegd. Het gaat in principe om het falsificeren van een propositie. Dus van een hypothese. En daar moet alle wetenschap op gericht zijn. En dat is wetenschap. Maar de meeste mensen weten dat niet meer. Nee, maar als we één ding hebben geleerd de afgelopen 3 jaar. Ja. Met terugwerkende kracht. Precies. We hebben natuurlijk ook
Je kan inmiddels ook met recht overal aan gaan twijfelen. Want er is natuurlijk heel veel fraude geweest. Er is heel veel politiek in de wetenschap geweest. Maar jij zegt, oké, dus ik zie al die complexiteit, ik zie de mechanismen, ik kan dit uitleggen. Maar op één manier, uiteindelijk is dat geprogrammeerd door iemand en dat is God. En waarom niet een alien? Ja, dat is ook zo'n vraag. Kijk, dan, in principe is dat een vraag die je makkelijk kunt beantwoorden. Want wat je doet is het probleem verschuiven. Hier, oké, wij zijn hier door een alien neergezet. Waar komt die alien vandaan? Maar dat is bij God natuurlijk ook. Hè? Je komt uiteindelijk aan de randen van elke filosofische expositie, kom je aan een soort cirkel. Kijk, in de Bijbel staat dat God geen begin heeft en geen eind. Dus dat wordt daar gedefinieerd al. Dus die waren ook niet achterlijk. Die hebben ook hun eigen niet falsifieerbare theorie bedacht. Ja, kijk. Die aliens die God hebben bedacht. Ja, die hebben, zo kun je dat natuurlijk. Je kunt het altijd vooruitschrijven. Uiteindelijk blijft het een geloof. Maar het is een. Ik vind het geloof in schepping is niet irrationeel. Nee. Eigenlijk is het zo. Alles wat we zien om ons heen is geschapen door ons, door een intelligentie. Volgens mij was het Terence McKenna die zei: je hebt altijd één gratis miracle nodig. En dan kan je de rest opbouwen. Precies. En in dit geval is dat dan God. Ja. En wat zou het miracle in de evolutietheorie zijn geweest? De eerste cel is natuurlijk een extreem mirakel. En de eerste zichzelf replicerende computer is een cel. En hoe gaat hij zichzelf verder ontwikkelen? Waar komt die informatie vandaan? Dat zijn allemaal vraagtekens waar we absoluut geen enkel idee over hebben. Ik heb sowieso geen enkel idee, zeg je nu. Ik heb sowieso wel het idee dat mensen met een enorme arrogantie denken dat ze de natuur kunnen evenaren, verbeteren. Ja. Ik denk aan AI, artificial intelligence. Ja. Ik denk aan, terwijl als je alleen al maar kijkt naar de gigantische complexiteit en elegantie van een menselijk lichaam, van een cel zelfs. Ja. Zouden wij wel eventjes dat... Ja, precies. Nou kijk, dat men heeft het geprobeerd, een cel te bouwen. Dat zijn ook van die verhalen die circuleren dan op de sociale media. Maar die worden ook verbreid door de mainstream media. Dat de mens heeft een cel gebouwd, een synthetische cel gemaakt. En dan denken dus de lezers die denken, we kunnen een cel bouwen. De cel is zeker helemaal niet zo gecompliceerd. Nou, dan moeten we echt gewoon zijn ontstaan wel, weet je. Dat denken mensen, zo denken heel veel mensen. Maar het is zo, we hebben helemaal nog nooit een cel gebouwd. Het is zo, men heeft dat alleen maar verbreid op die manier, want ze noemen dat dan een synthetische cel. Maar ik kan dat verhaal wel even vertellen, want meneer Venter, die zit daarachter, die heeft dat geprobeerd. En Venter is natuurlijk echt een visionaire bioloog geweest. Die heeft ook mogelijk gemaakt dat wij supersnel al die genomen kunnen lezen en sequencen. Was dat niet een van jouw medeschrijvers? Nee. Venter is echt, dat is echt een, wat is het? Hij is een eerlijke, visionaire bioloog. Hij ligt ook eigenlijk helemaal niet goed bij andere biologen, want ze vinden hem allemaal arrogant en zo. En omdat hij gewoon dingen zegt... die niet goed vallen. Ik denk dat ze jou ook heel lastig vinden. Ja, ze vindt me ook een hele vervelende man. We moeten ook, kijk, je moet deze uiteenzetting moet je altijd hebben gewoon. Dat moet in de wetenschap is het heel belangrijk. Dat brengt je alleen maar vooruit. Maar Venter wil ik nog even dat verhaal kwijt. Sorry. Want Venter is dus degene die het mogelijk heeft gemaakt dat wij die genomen heel snel kunnen sequencen. Dat jij vandaag je een beetje bloed kunt geven of een beetje zo'n uitstrijkje kunt geven en morgen heb je genoom op een schijf, zeg maar. Ja. Dat heeft hij mogelijk gemaakt. En dat heeft hij eigenlijk met zijn eigen DNA ook gedaan. Hè? Dat is ook best wel grappig. Zo'n man is dat gewoon. Ik laat mijn eigen DNA gewoon zien. Dus we kennen zijn genoom. Maar goed, hij heeft ook geprobeerd een cel te bouwen. Dat was een volgende stap. Hij wou een cel bouwen vanuit het niks, zeg maar. En wat hij heeft destijds, het is alweer 10 jaar geleden, heeft echt een heel groot team. Hij heeft ook heel veel geld tot zijn beschikking. Maar wat heeft hij gedaan? Hij heeft twee teams genomen en hij zegt, oké, met alle dingen die jullie weten over wat we hier hebben gedaan uit de literatuur, probeer maar gewoon een cel te bouwen from scratch, vanuit niks. Welke genen moeten erin zitten? Hoe krijgen we dat voor elkaar? Nou, dan hebben die teams hebben daar natuurlijk op gebrainstormd en die komen na verloop van tijd, komen ze met beide teams met een ontwerp. Ongeveer 300 genen, dachten we. Dat moet erin. Die kunnen we synthetiseren en dan halen we DNA uit een bacterie en dan zetten we die daarin en dan moet die gaan leven. Want dat hadden ze al aangetoond. We kunnen een bacterie nemen, we kunnen het DNA eruit halen. We kunnen het synthetiseren in een machine, precies hetzelfde stuk DNA. We kunnen dat gesynthetische stuk terugzetten in de bacterie en die bacterie die leeft dan weer.
Dat hadden ze laten zien. Dus dat zegt, dan zegt de medisch, we hebben een cel gemaakt. Dat was natuurlijk helemaal niet zo. We hadden een auto, motor eruit, aanmaken, motor er weer in. Dat hadden ze eigenlijk gedaan. Dus het was helemaal niks gemaakt eigenlijk. Alleen maar nagemaakt. Nu had hij dus zijn team gezegd, maak een DNA-molecuul dat levensvatbaar is. Nou, dat hebben ze geprobeerd, jaren aan gewerkt, ontwerp klaargemaakt, DNA gesynthetiseerd en ook in zo'n cel gezet. Gebeurde niks. Geen van beide teams kon een levende cel maken. En waarom konden ze dat niet? Omdat ze niet weten hoe een levende cel functioneert. En wat ze toen hebben gedaan, toen hebben ze de simpelste cel die ze kennen, 5600 genen heeft die, hebben ze steeds genen afgesneden. Net zo lang tot die dood is, niet meer kan delen. Nou, het bleek 473 genen heb je daarvoor nodig. Meer dan 500.000 DNA-letters op de juiste rij. Heb je nodig voor de allersimpelste cel. En toen gingen ze dat ding analyseren. En wat bleek? Het is gewoon een alien motor. Stel je voor, je vindt een UFO in Antarctica. En je gaat kijken, hoe wordt dat ding aangedreven? Dan zie je een motor, en daar snap je helemaal niks van. Ze begrepen werkelijk van een derde deel van de genen niet wat die dingen doen. Die hadden ze nog nooit erg gezien. Compleet wisten ze niet. En Venter zegt, wauw, ik heb echt ontzag voor de meest simpele cel. Waar komt dat ding vandaan? Ja, maar... Dus dat zegt hij zelf. En nou, dat soort dingen, dat is ook not done natuurlijk, want het moet allemaal geëvalueerd zijn. Maar we weten niet eens wat in een cel voorhanden is, hoe we zo'n ding moeten maken. Wat jij nu net zegt, hè? Voor veel mensen leven we in de veronderstelling dat wij het genoom hebben gesequenced en dat we weten hoe dat ding werkt. Ja. Maar volgens mij weten we nog helemaal niks van het genoom. Dat is ook wel dat was, kijk, toen in ongeveer rond 2000 was dat, hè, werd het genoom aangeboden. Ik geloof door die Engelse premier destijds en werd aanvaard door. Genetische code was gesequenced. Dat werd aangeboden inderdaad aan Bill Clinton en de Engelse premier van destijds. Ik weet niet meer hoe die heet. Maakt ook niet uit. Maar Venter heeft hem samen met de directeur van Hugo aangeboden. Collins heet hij. Aangeboden. Kijk, dit is ons genetisch boek. En de hele media was euforisch. Ja. We kunnen ons geen omlezen. Nou, wat hebben ze in handen? Een Fins boek of een Turks boek. Als je geen Turks kunt lezen, kun je het wel. Ik bedoel, als je het niet begrijpt, kun je wel een Turks boek lezen of een Fins boek. Prachtig, allemaal mooie letters op rij. Wat betekent het? Maar we begrijpen dus niet wat de genoom is. We wisten dat toen, in die tijd wisten we dat eigenlijk mondjesmaat. Nu meer, denk je? Ja, kijk, vanaf dat moment... Kunnen wij een mens modificeren aan de hand van de genoom? Kunnen wij zeggen, nou, we willen nou die eigenschappen, we kunnen dat nog aanzetten? Dat is nog steeds moeilijk. Dat is heel moeilijk nog. Ja, want... Want kijk, die functionele studies, die zijn veel moeilijker. En na het Hugo-project, na die euforie, kwam men inderdaad achter, hey, we kunnen nou dat boek wel lezen, maar we weten niet wat het betekent. Toen kwam dus ENCODE. En ENCODE is een project, dat zijn ook allemaal moleculair biologen die willen proberen om het hele genoom te verstaan. En ze zeggen ook, we willen graag de taal kennen van het genoom. We willen de code kennen. We willen weten wat voor functies al die code heeft. En het blijkt nu dat zij na ongeveer 20 jaar, zijn ze daar nu mee bezig bijna, blijkt het dat een heel groot deel van het genoom functie heeft. Ook functie die wij totaal niet verwachten. Want kijk, het is zo... We dachten altijd, functie is eiwit. Nee, dat is helemaal niet zo. We hebben ongeveer 20.000 eiwitgenen. Daarvan kun je, met die 20.000 genen kun je bijna 400.000 eiwitten maken. Door ze gewoon een beetje te variëren. Dat zijn mechanismes voor die dat doen in je genoom. Dus je kunt van één gen, er zijn genen beschreven, dan kun je 200 verschillende eiwitten maken. Het is allemaal datacomprimering. Het is een computer gewoon. En wat ze ook ontdekt hebben, dat is naast die ongeveer 20.000 genen, heel veel regulator genen. En dat zijn RNA-genen. En we vinden daar steeds meer van. We weten eigenlijk nog niet eens precies hoeveel daarvan bestaan. Maar ze schatten dat tussen de 20 en 30.000. Dus we hebben geen 20.000 genen, nee, we hebben ongeveer 50.000 genen. Veel meer dan we dachten. Veel meer als gedacht op basis van eiwitcoderende DNA. Wat de aanname destijds was onder de Human Genome Project. Dus ja. Nou, het wordt technisch. Hè? Het wordt, terug naar die evolutietheorie en de oorsprong. Ja. Als mensen daar meer over willen lezen en meer over willen zien. Je hebt sowieso dat debat met Mark Link binnenkort. Ja, klopt.
Dat gaat inderdaad over, over dit thema. Hè. Hebben wij één oorsprong of zijn er meerdere oorsprongen? Dat is eigenlijk het thema wat we gaan discussiëren. Want het is natuurlijk zo, hij noemt zichzelf ook de atheïst. Ja. Dus hij heeft één oorsprong nodig. Want als daar 20 oorsprongen zijn, dan heb je natuurlijk beetje een raar verhaal. Dus dat moet terug worden herleid op één oorsprong. Maar ik zeg, ik beloof hem gewoon dat ik aantoon dat het meerdere oorsprongen zijn. Nou, we gaan natuurlijk allemaal kijken. Ja. Maar we kunnen natuurlijk ook dit in jouw boek teruglezen. Ja, mijn boek geeft eigenlijk de nieuwste visie op het genoom weer. Ik ben zelf bioloog geworden in de loop van de tijd. Ik ben begonnen met als moleculaire bioloog, moleculaire genetica. En ik heb me langzaam ontwikkeld in genoombioloog. Dus ik weet precies wat er in dat genoom speelt. Er zijn echt extreem veel meer genen voorhanden dan we dachten. Ik in dat debat, met het vaccin, werd ook beweerd op YouTube bijvoorbeeld dat wij geen reverse transcriptase zouden hebben in ons genoom, zodat we een RNA niet zouden kunnen omzetten in DNA. Nou, ik heb dat die mensen ook verteld destijds, ons hele genoom zit vol met die reverse transcriptase. Alleen niemand weet het, want ze denken het is allemaal junk DNA. Maar het is geen junk DNA. Maar in het boek worden wij aan de hand genomen om dit allemaal te gaan bekijken. Precies, dan begrijp je, als je dat boek, als je er echt in geïnteresseerd bent, als je het wil gaan geloven. Nou, het is wel een opstap om voor heel veel mensen die twijfelen, is er nou wel, is er nou niet. Het zou een opstap kunnen zijn, omdat het heel duidelijk aangeeft dat we te maken hebben met informatie. En dat het ook heel duidelijk aangeeft waar die variatie vandaan komt. En dat die variatie is voorgeprogrammeerd door metaprogrammeren. Nou, dat gaat echt allemaal richting informatica. Dus een cel is eigenlijk een informatieverwerkend systeem, kun je zeggen. En het is zeer, zeer, zeer specifiek. Het reproduceert zeer specifiek. We zouden het als mensen krijgen we dat nog lang niet voor elkaar. Dus dan een laatste vraag. Tegenwoordig wordt het heel populair, ook op Netflix. Al die ancient technology, maar ook die ancient civilizations. Mm. En er schijnt in het menselijk genoom bewijs aanwezig te zijn dat wij door een buitenaardse ras, chromosoom 2, zouden zijn geëngineerd als slavenras, de Anunnaki. Ja. Is een mens geëngineerd door iets anders dan God? Of is God, begrijp je? Kijk, het is zo. Dat klinkt inderdaad als... Was het God of was het de Anunnaki? Nou kijk, ik zeg het is God. Dat zeg ik. Dat is mijn eigen overtuiging. Kijk, mensen die niet in een God willen geloven, die zeggen het zijn Anunnaki of het zijn aliens, of hoe je ze ook wilt noemen, die zeggen dat. Ik denk dat het DNA zelf een godsbewijs is. Dat er aan het DNA is geknutseld. Ja, is het waar, is het niet waar? Wat vinden we daar in het DNA? Daar ga ik ook nog een keer een boekje over openen. Prachtig. Ik heb dat verhaal van chromosoom 2, heb ik redelijk diep uitgespit. Mensen die het willen opzoeken, die komt bij Sitchin vandaan. En chromosoom 2 heeft ergens in het midden een gekke terminator die normaal aan de buitenkant. Ja, ik weet wat je bedoelt. Maar dit is prachtig. Het zou zelfs nog zo kunnen zijn dat iemand anders nog aan het ontwerp van God geknutseld heeft. Ja. Dat is toch prachtig? Ja, maar dan moet God dus ook die aliens hebben gemaakt. Dus ja, dat is goed. Aan het einde van aan de randen van de theorie kom je altijd in... Je komt in het gebied waar we niet verder kunnen, weet je? Het is eigenlijk net als met oneindigheid. Wat is een oneindigheid? Exact, misschien kunnen wij mensen daar niet eens over nadenken. En dat denk ik ook, denk dat de mens heeft de capaciteit en niet om echt een begin... Of een wezen zonder begin en eind, dat kunnen wij ons ook niet werkelijk voorstellen. We kunnen ook de oneindigheid ons niet voorstellen. Nee. En daar hebben we dan mooie theorieën en mooie mathematiek voor bedacht. Maar wat het nou echt eigenlijk is, daar hebben we niet echt een concept voor. Ik vond het een prachtig gesprek. Ja. Ik heb het graag gedaan. Hartstikke bedankt. Super, allemaal je boek kopen. Ja, zeker. En als we er iets van willen weten... Dan, laten we in ieder geval die discussie mogelijk maken met z'n allen. Ja, dat is denk ik ook een hele goede afsluiting. Waarom? Want dat heeft de wetenschap altijd vooruitgebracht. En ons denken vooruitgebracht. Dat is dichtgezet, hè? Precies. Waarom is deze discussie niet mogelijk? Ja. Dat zie je op heel veel gebied op dit moment. Ik wil graag deze discussie weer aan. Maar daar zijn we nu mee begonnen. Precies. Super. Boksouwen. Dat vind ik een prachtig gesprek. Patrick. Ja, ik vond het heel fijn om hier ook te zijn. Nou, dames en heren, ik vond het een prachtig gesprek. Het is iets technischer dan het gemiddelde weltsmertgesprek. Maar we moeten allemaal eventjes naar Bart Klink en... hoe jij Bart Klink gaat aanpakken. Nou, ik ga hem gewoon dingen tonen die we hebben gevonden. Dat ga ik doen. Supergoed. Ja. Dank jullie wel voor de aandacht. Jij bedankt voor het komen. Ja, graag gedaan.